Hallo lieve mensen, welkom bij de Mare van augustus, de Duinhoren. Zoals jullie zien is hij alweer aan het groeien. En wat ik zo mooi vind van de natuur is wat we nodig hebben, dat komt op ons pad. Nou, als we iets nodig hebben nu, denk ik, in deze tijden van weer, dat we zoeken naar weerstand verhogen, is het wel vitamine C. En als je ergens je vitamine C uit kan halen voor iets wat hier bij ons groeit, dus op ons grondgebied, zeg maar, ja, dan is het wel duindoren. Ik ben ooit vroeger met de boswachter mee geweest. En was een meisje van een jaar of 8, denk ik. En dat was het eerste wat hij ons leerde, dat die bestjes eetbaar zijn, heel gezond zijn. En als je dorst zou hebben, dan kon je één bestje nemen, eten. En dan had je een uur lang geen dorst meer. Nou, dat heeft bij mij zoveel getriggerd. Dat ik toen de tijd, de duindoren, vanaf dat moment eigenlijk de duindoren al in mijn hart gesloten heb. En later dat ik nog niet echt met de kruiden en zo bezig was, was ik wel altijd naar de duindoren op zoek in het najaar. En elke keer vind ik het weer wonderbaarlijk als ik hem zie groeien. Zoals nu dus, het zit alweer oranje besjes aan. En als je dan die smaak proeft, ja, het zijn net kleine vitaminebommetjes die ontploffen in je mond eigenlijk. Daar word ik heel gelukkig van. En ik weet dat niet iedereen aan de kust woont natuurlijk, die dit filmpje kijkt. Maar ja, als je de kans hebt om gewoon eens een keer richting de kust te gaan en gewoon eens wat van die duindorrels te proeven. Ik bedoel, je hoeft niet de hele bossen mee te nemen, maar gewoon eens een paar te proeven en wat voor jezelf mee te nemen. Je kan er één per dag of twee per dag eten om zeg maar je vitamine C gehalte op peil te houden. Daar heb je al in principe genoeg aan. Dus ja, dan zou ik zeggen, ja, geef het jezelf een kans, misschien op vakantie. Of ga eens lekker naar de kust en ga gewoon eens op zoek naar die duindoren. Het vitaminebommetje van ons land eigenlijk, van onze grond, van moeder aarde. Ja, nou die zo mooi hier aan het groeien is, heb ik ook gewoon weer zin om te oogsten en onderweg lekker een besje op te eten en mezelf daar weer helemaal lekker mee te verbinden. En die smaak en die geur, ja, is echt met niets te vergelijken. Dus wil je een keer dat ervaren, ik zou zeggen, ga op zoek naar de duindoren. En ja, proef hem gewoon eens. Hè? Die oranje besjes, ze zijn absoluut niet giftig. Eet ook het pitje op, want in het pitje zitten ook heel veel vitamine. Ook onder andere vitamine B12, wat normaal gesproken alleen in vlees voorkomt. In het pitje, dus in het schilletje, zeg maar. Dus gewoon lekker helemaal doorkouwen. Ik zal er even eentje plukken, dan zal ik het laten zien. Dankjewel, mooie duindoren. Kijk, hier, even kijken, waar zit het ook weer, die camera. Kan je hem zien? Ja. Oh, daar valt hij. Oh jee, wacht even. Hier is hij. Nog een keer. Ja. Stokje er even afhalen. Ja. Echt lekker. Super zuur. Ja, ik hou van zuur, dus voor mij is dat niet zo'n probleem. Maar zo'n eigen smaak. Ah, is echt fantastisch. Dus, ben je op zoek naar weerstand? Verhogend. Dan zou ik zeggen, ga lekker op zoek naar de duindoren. En ga hem proeven. Ga hem ervaren. Het is echt een super, super mooie struik. Besje. Echt, zo dankbaar voor. Heel leuk om te weten ook dat de duindoren is voor mij, staat voor mij in verbinding met de kronen. Dus de fase in het leven van een vrouw. Ja, die na de overgang, zeg maar, de wijze vrouw is. Nou, ik ben er nog niet.
Maar ik ben wel in mijn overgang. Dus ik voel ook wel dat dan de duindorm me daar enorm bij kan helpen. Om in die overgang, zeg maar, ook de donkere kant te mogen laten zien. En dat is eigenlijk wat de duindorm ook doet. Die laat je ook je donkere kant zien. En ja, ik hou van haar gewoon. Ze zit in mijn hart. Echt in mijn hart. En ik hoop voor jullie dat je er ook een keer mag ontmoeten. Dus nou, ik zou zeggen, veel plezier met het zoeken naar de duindoren. Tot de volgende keer.